ietsjes verder achter je, daar komen de rolluiken van de Lidl. En de laatste handen worden gelegd aan de Lidl-winkel voor de overdracht. De verbouwing van het Mercado Centrum in Schagen gaat een nieuwe fase in. Vrijdag is de eerste winkel geopend in het verbouwde gedeelte. Vivant Groenland, die voorheen op het grote binnenplein zat, is de eerste winkel die komt in de passage waar straks ook de Lidl komt. Ik weet dat ze 15 augustus gaan starten met de vloer leggen. En dat ze week 34, dan de week daarna, de verdere afbouw gaan doen. Want we lopen hier nu in een passage die heel lang gesloten is geweest. Klopt, die is maanden dicht geweest. En nu weer open voor het publiek. Met de kapper die al vergevorderd is met zijn winkel inrichten. Natuurlijk Psycho Groenland die dadelijk open gaat. En over een half uurtje de sleutel aan de ethos wordt afgegeven voor de afbouw. Wat ooit een prachtig binnenplein was, is nu een bouwplaats geworden. Wat gebeurt hier? Hier zijn we eigenlijk aan het slopen. Voor de passage zeg maar, bij de slager, daar is het dak al afgehaald. Daar hebben we nu een corridor gemaakt, zodat het er een tijdelijke doorgang is. En dat gebeurt eigenlijk hierachter ook, om vanaf het rolpad de Albert Heijn bereikbaar te maken. Totdat hij dicht gaat, 21 augustus, de laatste dag. En dan gaat ook 22 augustus, wordt dat daarachter ook bouwplaats. Want dan gaan we starten met de sloop. 22 augustus gaat Albert Heijn de winkel leegruimen. En 23e gaan we starten met de huidige Albert Heijn te slopen. En daar hoort dit middengebied ook bij. Daar zijn ze al bezig met het dak te verwijderen. En dat gaat volgende week ook weer verder. Want dit was een binnenplein met een mooie lichtlijn aan de bovenkant. Dat gaat er allemaal uit, want volgens mij wordt hierboven straks ook parkeren. Klopt. En hij was natuurlijk inderdaad voor het plan moet hij weg. En hij was natuurlijk ook oud en gedateerd, dus hij gaat helemaal weg. En inderdaad gaan we hier een aansluiting maken op de versmarkt. Ja, nu op het dak, achter jou het dak van de nieuwe Lidl. Daar wordt straks ook op geparkeerd, hè? Klopt, hier hebben ze de afgelopen weken eigenlijk het hele pakket erop gemaakt met de isolatie en de dakbedekking. En dadelijk komen hier eigenlijk weer van die tegels overheen, waardoor we weer extra parkeerplekken hebben. En dat wordt het hele dak hier, Lidl, Ethos en dadelijk het stuk Albert Heijn die kant erin. En de mensen die wat verder achteren kijken zien, daar ligt nog geen dak op, maar daar staat wel al de bouw in contouren. Dat wordt de nieuwe Albert Heijn? Klopt. We gaan dus 23e starten met de sloop van de huidige. En dan, we hebben er nu omheen gebouwd. En dan gaan we dus slopen en weer opbouwen. Zodat we het eigenlijk aan elkaar maken, dat gedeelte. Dus we hebben zo ver mogelijk nu al de Albert Heijn om de Albert Heijn heen gebouwd. Weer terug op het oude binnenplein. Met op de achtergrond de oude winkel van Vivant van Groenland. Die gaan straks op de nieuwe plek al open, hè? Die gaat over een kwartiertje ongeveer op de nieuwe plek open. En we bouwen dus nu het schot eromheen, omdat we hier weer verder gaan slopen. Eigenlijk ook voor de deur van de oude Psycho Groenland. Nou, daar gaan we. 1, 2, 3. Ed Groenland, daar staan we in je nieuwe winkel. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel Ed. Eindelijk zover. En het ziet er goed uit, denk ik zomaar. Dit heeft aardig wat voet in de aarde gehad, hè? Behoorlijk, ja, behoorlijk. En het kon niet anders, want het stond keurig beschreven. En, maar goed, we hebben een mooie locatie gekregen. Hartstikke blij mee. En nou lekker door met een verfrissend assortiment. Met mooie cadeauartikelen in een hoger segment. Voor een ieder wat wils. Ja, gewoon fantastisch. Ja. En met een nieuwe naam. En met een nieuwe naam. Psycho Groenland gaan we heten. En dat heeft alles te maken met de formule van onze organisatie. We zitten nu eigenlijk in een hoger gebeuren. Wat ook met zich meebrengt dat er elke maand een folder in een brievenbus valt bij de mensen. Met hele mooie acties. Jullie zitten hier nu nog in, als je net buiten de winkel kijkt, behoorlijke bouwput. Toch straks aan de overkant de Lidl, een publiekstrekker, verwacht iedereen. Dan zit je op een hele mooie plek, hè? Ja, zeker. Zeker. En aan de overkant zien we dat er nog druk geklust wordt. Gelukkig zijn ze zachtjes. Daar komt de ethos. 3, 4 weken, hopen we. En dan trekt dat ook weer klanten aan, natuurlijk. Dus dat is wel prettig. En ja, en daarop volgend tussen week 35 en 40, liefst zo snel mogelijk, die Lidl open. Ja. Het is nog even door een zure appel van een paar weken heen bijten.
Zure appel is nu een aardbeienformaat geworden. Maar we hopen zeker dat de mensen ons weten te vinden. We doen er alles aan om een goede wegwijzer te hebben. Nogmaals, gefeliciteerd en succes op deze nieuwe plek. Hartstikke bedankt. En tot ziens.